Doe nou, Mien. Doe nou, Mien. Maak het nou een beetje. Mien, beheers je eigen. Mien, moet je nou elk oude jaar... Mientje toch. Mientje. Ze horen je. Doe nou, Mien. Aardgas is nou eenmaal heter. €12 miljoen. Oliebollen op aardgas, wat staan we er vanavond met z'n allen prachtig op. Het vaandel van de welvaart hoog voorop met veel tamtam. Het leger en de tanks en Albert Heijn erachteraan. En iedere soldaat, dat is normaal, met zijn eigen generaal. Wat een land, waar dat allemaal maar kan. 12 miljoen oliebollen dansen in de pan. 12 miljoen oliebollen die langs onze wegen rollen, zondags richting Zandvoort, Zee en Zilte. Witte helmen, zwarte brommers, ergens heen waar het ook zo vol is, radiootjes mee tegen de stilte. Hoog op de daken, de televisie, slaap maar gerust, kindje, slaap. Daarbuiten, daar loopt een agent van politie, een 17-jarige knaap. Alles gaat geweldig en met volgende miljoen, iedereen een zitpad en nog 7 meter groen. 12 miljoen oliebollen op aardgas, geen mens die niet een wonder van de toverbel verlangt. We hebben nou het hele jaar de gasbel horen luien, maar niemand weet precies waar de klepel hangt. De buizen liggen bijna in de straat. Niemand weet wat het kosten gaat. Wat een lot, waar dat allemaal maar kan. 12 miljoen oliebollen dansen in de pan. Wat een lot, waar dat allemaal maar kan. 12 miljoen oliebollen dansen in de pan. Aardgas stroomt maar uit de grond, we staan erbij met open mond. Wie had dat nou vroeger durven dromen? Toen wij durven in Drenthe staken om de kachel aan te maken, stierven van de rook en van de lonen. En nou hou me vast van hier tot Slochteren, dansen met z'n allen om de buit. 7 maatschappijen met 13 dochteren, voor wie de gasbel luidt. Je penning in de meter, van Vaals tot Appelscha. De kerel die de meter ligt, woont in Amerika. 12 miljoen. Oliebollen op aardgas, we zijn daar met ons aardgas met z'n allen ingetuind. Al die vreemde kerels op ons mooie blonde strand, zeg maar dag met je handje tegen Ameland. Ze voeten en ze boren ondergronds, enkel Urk is nog van ons. Wat een land, waar dat allemaal maar kan. 12 miljoen oliebollen dansen in de pan. Wat een land, waar dat allemaal maar kan. 12 miljoen Goedenavond, lieve mensen, op deze historische avond die zich slechts eenmaal per jaar voordoet. Op deze avond past ons allen een gepast dankwoord in de richting van de AVRO, die deze zendtijd geheel belangeloos heeft afgestaan. Aan de VARA, waardoor het al een avond gaat worden onder auspiciën van de VAVRO. Ik sta vanavond met 1 been in de rode rotzooi en met de andere in het wettige gezag. Ik zeg het u alleen maar dat u weet waar u aan toe bent. Want dan zou u denken, dan zijn er straks weer mensen die zeggen, toen hij oud werd, ging hij naar de AVRO. Nee, mensen, ik ben geen overloper. De VARA is voor mij toch nog altijd
De omroep van het Morgenrood en de AVRO van weet je nog wel oudje. Nou ja, en als ik eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd bereik, dan ga ik naar de NCRV. Niet omdat dat geen goede omroep zou zijn, maar die beginnen langzamerhand ook een beetje wulpser te worden. Hoe moet dat, hè? Is dat het goede woord eigenlijk? De omroepsters bij de NCRV mogen al een open kraagje hebben. Ja. Ja. Nou ja, dat wil zeggen voor de radio. Ik kom overal, ik ben bij alle zuilen thuis, mensen, hoor. Als ik er kom en ik kom bij de VARA-studio's, dan ga ik naar de kantine en bestel ik direct een pasteitje van de arbeid. En bij de NCRV vraag ik om een psalmslaatje. Om vervolgens bij de KRO een glaasje Chateau Neuf du Pape te drinken. En tenslotte, mensen, maakt het weinig verschil, hoor. De VPRO is eigenlijk, dat staat een beetje apart. Soms zeg ik ook wel eens, de VPRO, dat is geen zuil, dat is een stokje. Die zijn altijd nog een beetje ruim, weet je wel. Dat is ook de vrijzinnig protestantse ruime omroep. Dat betekent het eigenlijk, experimenteren. Die experimenteren zoveel, die vragen zich wel eens af, hoe zou vanuit Bussum de kijkers vroeg te bed kunnen krijgen? Ach, mensen, wij hebben toch een heerlijk land. Hebben we niet een heerlijk land? Nederlandse maagd heeft dit jaar de 12 miljoenste gekregen, weet u dat? Wel een eigenaardige maagd, vind ik dat. Ik heb wel eens gedacht, met wie zou ze toch in het geheim gehuwd zijn? Misschien met de uitvinder van de kinderbijslag. Ah, mensen, het is mooi, maar wij gaan de straat op voor zulke soort dingen. Als wij de 12 miljoenste hebben, dan gaan we met de microfoon de straat op. We hebben wel eens gewerkt, opinieonderzoek. Dat betekent mensen naar een mening vragen die ze niet hebben. En wij zijn hier op het ogenblik met de microfoon op de straat. En mag ik eens van u vragen wat u op het ogenblik denkt van de 12 miljoenste? Nou, volgens mij ken ik niet, hè. Nee, volgens mij is dat geheel en al uitgestoten, hè. Uitgesloten bedoel ik. Ja, je krijgt te veel mensen, hè. Op de duur krijg je te veel mensen, hè. Dat ken je niet, hè. Dus ja, ik bedoel, ik heb er zelf persoonlijk niks op tegen, maar je krijgt het niet, hè. Je krijgt te veel mensen, dat is het eigenlijk, hè. Ja, je krijgt te veel mensen eigenlijk, hè. Nou, meneer, bedankt voor uw orde. Ja, je krijgt te veel mensen, hè. Ik heb het al... Ik vind het bijzonder prettig dat u oordeel hebt gegeven. Nou, dat kan me niks schelen, maar je krijgt te veel mensen, hè. Dan gaan we nu over hier. Juffrouw, kunnen we eens even zeggen, wat vindt u van de 12 miljoen? Nou, vind je wel gezellig. Ja, is dat uw mening? Ja, vind je wel gezellig. Wie gezellig met verjaardag en zo, we gaan nu wel. Oh, maar laat u ze allemaal komen. Nee, dat niet, maar vind je wel gezellig. Ja, vind je wel echt gezellig, hoor. Ja, en meneer, wat vindt u van de 12 miljoen? Nou, moeten veel mensen winnen, hè? Als we mensen winnen, dan kunnen we op land niet meer werken. Als je geen voldoende mensen hebt, dan kunnen we mensen niet meer werken, hè? Ja, ja, dat is wel zo. Ik kan niet helemaal verstaan, maar vinden we wel nooit meer winnen. Opinieonderzoek, begrijp je wel? Ik ben altijd blij dat je het weet, hè? 33% slaapt in pyjama, wist u dat? Ja. En 2% met hoge hoed op. Nou, ga nou doen. Er komt geen end aan zo'n avond, dat is gelijk. Nou ja, mensen, ik heb bij mezelf gedacht, wij hebben op het ogenblik, we leven in een land waarbij men de neiging heeft te ver te gaan. Heb u dat ook? Dat gevoel, men heeft hier en daar, voor de televisie bijvoorbeeld, krijgt het een beetje de indruk of er af en toe mensen roepen van, ga mee, gaan we een volksgroep kwetsen, kun je lachen. En daar ben ik op tegen, begrijp je? In het algemeen vind ik het dikwijls niet zo erg. Studenten bijvoorbeeld, die gun ik het graag. Studenten zijn nou eenmaal jongens, studenten zijn mensen, hè, die gooien de ruiten in bij gevestigde firma's, waarvan ze later commissaris hopen te worden. Er is een neiging in Nederland om te ver te gaan. Een ster ging te ver, een ster ging te ver. En dat mogen sterren niet doen. Ze zijn toch door ons aan de hemel gezet. Ze mogen in de kamer tot vlak bij ons bed. Ze mogen alles hebben op ieder gebied.
maar geen eigen mening. Dat niet. Hebt u Mies nog dit jaar van haar voetstuk zien vallen? Een prachtig gezicht. Op het slot van de dag. We wachten erop. We keken met ons allen. En om 9:50 precies zag je haar vallen. Een kamer vol kijkers riep, ach. We belden met vrienden, we belden met vreemden. Wij waren gekwetst en gegriefd en beweende. Een oud kolonel met een stem uit het graf riep, nou nog die klapwijk, dan zijn we eraf. Een ster ging te ver, een ster ging te ver. En dat mogen sterren niet doen. En als ze het toch doen, dan voor de straf. Dan breken wij Mies en door dorp maar weer af. Vraag net zo lief morgen achter de rug. Mijn geld en mijn doosie terug. En hebt u Bomans gezien? Hebt u Bomans gezien? Op die avond in het koerhuis? Heb je niet gezien? Heb je Bomans niet gezien op die avond in het koerhuis? Had je moeten zien, zeg. Oh, ze laten hem op 30 april laten hem de ridderorders uitdelen. Wil niemand er meer in hebben. Hebt u Bomans gezien? Op die avond in het kurhuis? Het euvel te ver gaan grijpt gauw om zich heen. En later die frater deed er ook al aan mee. Die spotte met God en gebod en de G. Een kamer vol kijkers riep nee. Wij belden de bisschop. Wij belden de kerken. Wij houden van grapjes, maar binnen de perken. Wij zongen gezamenlijk voor onze tv het lied der gekwetsten vers 2. Een ster ging te ver, een ster ging te ver. En dat mogen sterren nooit doen. Het ontaart ook zo gauw in gezag zonder mijnen. Vanavond ook geen grappen over meester Marijnen. Al zou u het willen, hij valt niet te kraken. Ik moet hem nog helemaal maken.